Het districtscommissariaat van Boven Suriname heeft gisteren een boot met buitenboordmotor ontvangen. Een geste gedaan door First Lady Ingrid Waldring-Boutersen. De boot zal ingezet worden om het werk van de DC en zijn personeel te vergemakkelijken. Minister Anton Elias heeft namens de First Lady de boot overhandigd. De bewindsman was vergezeld van BUSA-minister Ildis Belak Begli en parlementariër Savannah Afonsua. Afonsua benadrukte dat één boot niet genoeg is voor het gebied. De burgervader van Boven Suriname, Humphrey Jeru, zegt dat de geste op het juiste moment is gekomen. We hebben daarover gesproken en natuurlijk blijven we erover praten. Als commissariaat moet je steeds ervoor zorgen dat je, zeg maar, dat je logistieke middelen ter beschikking hebt. Dus die buitenboord is iets wat wij nodig hebben om te kunnen opereren op de rivier. Die boot natuurlijk. En we hebben erover gesproken. We waren in een missie en we spraken erover. En toen heeft de minister gezegd van, hey, ik kan jullie helpen. En zo is eigenlijk die hulp gekomen. Dus het is een welkome aangelegenheid. Na de overhandiging van de boot heeft de delegatie een korte rondvaart gemaakt op de rivier. Minister Elias gaf aan dat er twee boten waren beloofd voor het Boven Suriname gebied. Met de overhandiging van deze boot is het halve werk al gedaan, zei de bewindsman. Dus haar eerste boot in samenwerking maar AMC tak dadelijk was schisanen. Het tweede boto okontu. En het tweede boto nog de far afkom. Maar in het beleid voor volksgezondheid. Dat president die tegen mij. Ja, bief ontsluit aan op poling te dan is maar te wan sande. De man pin afkom. Te wan ernstig sande. We onbestel en adapase kom uit Zuid-Korea. 5 ambulance boto en net mi aksi meneer Noordzee om een okonja. Want mijn oma pramisi om een okonja daar een tjadenkong. Voor het gebied Pokigrong, Atjoni en de rivieren bovenop gaan er 2 ambulance boten komen. En... Minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Hij sprak gisteren voor de overhandiging van een boot met een buitenboordmotor aan het districtscommissariaat van Boven Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid zal nog 1 boot en 2 ambulanceboten schenken.